sta hier aan het politiecommissariaat van Gent Centrum. En we hadden gehoord dat Imke een beetje een zwart gat was gevallen na de uitschakeling van de Rode Duivels. En we hadden gehoord dat ze op zoek was naar een andere job. Dus we vragen onszelf of zo een zwak voetbalsterke ook wel bij ons zou kunnen passen. Ja, en die uitdaging natuurlijk niet uit de weg. Hè. Met zulke fietsen nog, want hij heeft wel duidelijk een voordeel met zijn mooi uitgebouwde fiets. Maar nee, ik kijk er echt naar uit om Gent te verkennen. Ik ken Gent ook niet zo goed. Dus criminaliteit en toestanden ga ik aan hem overlaten. Ik denk niet dat mensen echt schrik voor mij gaan hebben. Maar hij verdedigt me wel. Hè. Komt goed. Ah ja, wacht. En zelfs gestraft. Je moet mij mee naar Tabor en mee naar zijn apostel te voeten. Dat is een beetje vreemd, jullie. Het zijn voor het moment. Kan ik zeker niet klagen. Het is heel vriendelijk tegenover de mensen. Het heeft blijkbaar heel wat fietsvaardigheden. Dus, dat komt wel goed, denk ik. Fietsen en zo vind ik allemaal leuk, de sfeer ook. Op het commissariaat ook trouwens. Maar ik merk wel dat ik zo niet streng genoeg zou kunnen zijn. Ik zou waarschijnlijk niet durven aanspreken of zo. Al lachende van zich, hey, dat mag niet. Terwijl je echt op moet duidelijk maken van het is niet oké. Dus dat is mijn minpuntje wel. Daar moet ik aan werken. Imke, om als politieagent te slagen, gaat het toch een beetje strenger moeten zijn. Maar als stoppendraagster zijn ze zeker geslaagd. Dus bij deze. Dat heb ik altijd al willen hebben. Nee, ik vond het heel leuk. En bedankt om Gent een klein beetje veilig te maken. Graag gedaan.